eigenlijk ongebreideld nieuwsgierig zijn. En dat heeft me altijd heel veel plezier opgeleverd en ik heb heel veel daardoor geleerd. Daardoor kwam ik ook allerlei verschillende plekken terecht. Ik ben vanaf mijn 5e geteleporteerd, voelde het een beetje, naar een Afrikaans land, Kenia. En ik heb daar geleerd opnieuw uit te vinden hoe werkt het hier. Allerlei gedrag dat je nog niet hebt geleerd, moet je opeens in een nieuwe situatie gaan leren. En dat is, vinden de meeste mensen eng. Wat in de Nederlandse cultuur, dat is heel breed, soms wel eens ontbreekt, is dat wij allemaal denken, je moet dat allemaal zelf doen en op eigen kracht. En dat moet je ontwikkelen. Dat was een vrouw die woonde nog maar 4 maanden in Nederland. Ze was vanuit Rabat, Marokko, naar Nederland gekomen. En ze was administratief medewerker geweest, had een hoge opleiding. Kwam in Nederland en zei, ik durf in Amsterdam niet eens met de pont naar de overkant te varen, door het Centraal Station naar de Dam te lopen, maar dat zou ik wel willen. En toen zei ik, weet je wat wij kunnen doen? Jij gaat dat doen en je hebt mijn telefoonnummer in je telefoon staan. Zodra je niet meer weet waar je bent, kan je mij bellen en dan kom ik naar je toe en dan doen we het samen. En zij zei, tot op de dag van vandaag is dat iets wat mij enorm geholpen heeft om, ja, in dit geval niet de brug te nemen, maar de pont te nemen naar de overkant. Ze heeft mij nooit gebeld, maar ze zei wel, het helpt enorm dat er iemand is die aan je denkt. Dus je geeft mensen een gevoel van dat ze er niet alleen voor staan, dat er iemand is die hen bijstaat. Ook al is hij misschien niet fysiek bij hen, maar waar ze wel op kunnen terugvallen. Ik denk dat ik een soort, wat ik in mijn hoofd heb, een soort van uitzendbureau of zo heb. Of een soort van dating site soms. Ik ga dan verhalen koppelen. Want ik weet dan bijvoorbeeld dat Noël uit Eiburg, hoogopgeleid, blank, ook trainercoach, eigenlijk heel graag wil leren Marokkaanse koekjes te bakken. Dus ik denk dan, nou weet je wat, dan ga ik die koppelen aan Fatima uit Amsterdam-West, Bosser-Lommer. En dan heb ik die twee gematcht en dan kunnen ze van elkaar ook verder leren. Dus iedere keer weer dat ik ergens kom en dat er iets ontstaat, wat ik van tevoren niet weet, dat is ook wel de voldoening. Door heel veel verhalen te verzamelen, denk ik. Door heel vaak toch af te stappen op dingen die je niet begrijpt. En tot vervelend toe van mensen ook soms te vragen, maar hoe zit dat dan? Hoe werkt dat dan? Hoe zie je dat dan? En hoe creëer je dat? Zou je het kunnen creëren? Ja, ik denk dat het kan. Eerst maar eens gewoon er zijn, zitten, kijken en onbevooroordeeld waarnemen. Soms zeggen mensen ook als een verbaasde kabouter. Dat je iedere keer in een nieuwe omgeving stapt en denkt, wat gebeurt hier eigenlijk? En dus al die aannames die je hebt over hoe het zal zijn, dat je die even laat varen.